Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Het gras is 2 kontjes hoog geweest, dus wij gaan vandaag persen en wikkelen. Mijn naam is Victor, achter camera zet Gerard. Zo bijzonder aan deze balenpers, want hij blijft maar doorrijden terwijl er wel een baal uitvalt, zeg maar. Ja precies, en je zet de voorkant voor aan deze pers. Okay. Die verzamelt dus gaat dat de baal vol is en dan word je dus een bender erachter. Nee, nou, voor de voorste gaat dat nou erin komt, het verzamelt die hiervoor in de voorkamer zetten. Okay. Ja. En de baal eruit, en die dan weg te dicht is, en dan gaat die de band erdoorheen. En dan gaat het gaat er weg, zeg maar, en dan gaat hij een beetje vervallen worden. Ja, precies. Dat loopt er gewoon door. Ja. En hoe je het nu stoppen? Nou, je ziet hoe lang je aan het resten bent. Nou, 46 seconden. Ik heb bijna weer een baal. 48 seconden. Ja. En binnen een minuut heb je een baal. Het diepere scherm van de microon is ook geïntegreerd in de isobus. Ja, nee, de isobus heb ik op de dekker zitten. En gewoon het scherm op het begin bij de kast liggen. Nou, wij steken ze in de dekker, zeg maar. Ja. Perfect. Dan heb je nog wel de kast erbij hangen. Ja. Dat is wel mooi, hè? Een vet 27 heeft het vermogen er wel voor nodig of zou je het ook kunnen doen? Ah, ik kan het wel even voor. Maar dit is wel een extra trek. Het is wel mooi dat het allemaal redelijk rustig lukt. Weinig geluid, weinig herrie. Ja, het is mooi rustig. Ja. Ja, ik denk dat je niet wilt doen. Die gaan erbij net, die gaan aan de hele dag. Ja. Ja, ik heb een dikke kantblader achter zitten, pijn niet eruit zitten. De baal nog zo. En dat ruimte makkelijk en natuurlijk aan alle kanten kunnen pakken. Ja, ja. Is alle trucken voor jou zo dat die de vriezen vlak aan de zijkant erop vlak zit? Ja, ja. Ja, dat klopt, ik zag het. Mij viel het ook op, dus dat werkt wel. Iedereen in Nederland heeft een andere benaming voor harken, ruggen, wiers, weet ik. Hoe noem je dit nou in Friesland? In Fries heet het Julien. Julien. Dag Geert, het is goed dat er folie omheen zit, want het begint net te regenen. Perfect getimed. Nou, vond je het ook een hartstikke leuk filmpje? Geef hem even een dikke duim en een reactie. Hieronder vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal agritrainer.tv. Iedere vrijdag om 3 uur komt er weer een nieuwe video. Ik zou zeggen, tot volgende week. Heel leuk. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Als het gras 2 kontjes hoog is, kan het maar 1 ding betekenen. Namelijk grasmaaien, bij elkaar harken en de boel bij elkaar persen. Het kan maar 1 ding betekenen en jij noemt 3 dingen op. Het kan maar... Oké, oh ja. Het is ook af en toe zo moeilijk. Nee, het is ingewikkeld.